dit zijn de nieuwste LED-technologieën die gebruikt worden in de wereld. Dat betekent dat in verhouding tot de oude schermen deze schermen veel scherper worden. Dus je een beter contrast krijgt en een veel echtere kleur van het beeld wat eigenlijk ook op het voetbalveld zichtbaar is. Daarnaast zijn ze natuurlijk ook veel groter geworden. Ze gaan van 50 naar wel 65 vierkante meter aan de voorkant. En tegelijkertijd aan de achterkant hebben we een groot 15 vierkante meter scherm ingebracht. Zodat zeker op de tweede ring in de vakken heel duidelijk beeld ook zichtbaar is op de wedstrijd en van de scoreborden. En hoe werken de nieuwe schermen? Nou, wat ik al zei, het is LED-technologie. Een LED bestaat eigenlijk uit hele kleine lampjes. En door drie verschillende kleuren lampjes op verschillende manieren aan te lichten elke keer, krijg je een totaal televisiebeeld. Dus als je van heel dichtbij bekijkt, zie je allemaal verschillende kleine puntjes. En op het moment dat je ver afkijkt, op een afstand van 50 meter, blijkt het gewoon een heel scherp televisiebeeld van bijna HD-kwaliteit. En hoe lang moeten de Sony-schermen meegaan? Het is in ieder geval de komende jaren. Het is moeilijk te zeggen of dat 7 jaar, 10 jaar of 12 jaar is. Maar het is wel echt voor de komende jaren zullen deze schermen in de arena zichtbaar blijven voor alle fans.